Leuk dat je naar een nieuwe video hebt, Keanu Boyke. Ik ben Keanu. We zijn hier vandaag terug op de trampoline. Oké, we zijn hier op de trampoline. En jullie kennen veel over TikTok. TikTok, ze maken superveel video's over TikToks. Over TikTok en al. Dus we gaan jullie eerst een kunstje leren. En dan gaan we een superleuk. Gaan we onze hele leuke dingen gebruiken. Mijn hond zit daar zo. In mijn zak te kijken, Wieske. Zit in mijn zak te kijken. Wieske! Kijk, daar is ze. Maar zij is alweer. Oké, dus we gaan eerst een trucje leren. Welk trucje ga ik jullie nu tonen? Oké. Zet jullie hier heel mooi aan de kantjes. Ja, hè? Oké. Water! Ik zag haar niet aankomen. Oké. Wat zou we van truc... Het is nu al nat hier. Ja, laat maar. Oké, dus kijk. 1, 2. Oh, kijkers. Omval mijn kijkers heel de tijd. Blijf staan. Oké. Dus kijk. 3, 2, 1. Al zo eigenlijk. Maar kijk. 1, 2, 3. Zoiets. Gaan we leren naar jullie. Dus hoe dat je dat moet leren, is eigenlijk heel eenvoudig. Dus je springt. 1. Wacht, u telt. 1, 2, 3. Dus dat zo. Dus nog een keer. 1, 2, 3. Voilà. Maar nog een keer doe 1, 2, 3. Dus dit gaan we nu leren naar jullie. Dus hoe dat je moet doen is eigenlijk spring, spring, spring. Dus dat zo. Dus dat gaan we nu leren naar jullie. Dus je kan dan zelf 10 keer naar achter elkaar doen. Dus dan moet je hoger springen. Dus zie je, je hem 10 keer achter elkaar kan doen. Je kan hem zelf 12 keer achter elkaar doen. Dus hoger. 1. Dus het is eigenlijk moeilijk. Je moet zeker je kracht gebruiken, bijwerken. Dus kijk, spring, spring. En spring. En dan 1. 2. Zie je, dus je kan hem 10 keer of 5 keer. Kan hem ook, als je beter ervoor kan, kan je hem ook in plaats 10 keer doen. Dus we gaan het nog een keer doen. Ja, dat was geen goed. Je moet een beetje min springen. Voilà. Dus bravo, day. Dus hoe dat je wat moet doen is 1, 2, 3. Je kan er ook, als je dat een keer wil leren, kan je, zo, moet je zo hoog mogelijk op je rug van en dan zo'n draaikool doen. Ik ga een keer aan jullie doen. 1, 2, 3. Ja, dat was wel een beetje verkeerd. Ik was een klein beetje op mijn kont aan het vallen. 2. Ah, wacht. Je moet recht kunnen gaan staan. Dus dat is zo eigenlijk. Maar dan kan je nog een draaikool erbij doen. Normaal gezien.
twee, drie. Maar ik ga er nog een keer draaikool bij steen proberen. 1, 2, 3. Je moet proberen eigenlijk zo hoog mogelijk en dan draaikool. Dus vanaf dat je in de lucht bent, draaikool doen. Ga Chucky tonen. Dat was even verkeerd. Ik moet het nog een keer doen. 1, 2, 3. Zag je het een beetje? Ik zag die draaikool deze. Ik ga het nog een keer doen. 2, 3. Dan ga je eigenlijk op je buik vallen. In plaats van op je benen. Ga ik het nog een keer doen. Soms kan je op je zij vallen. Soms kan je een keer, als je wilt, kan je naar de andere kant een keer proberen. Dat is al zo eigenlijk. Dan moet je die kant springen. Kan ook al zo waren, kijk. Maar die gaan we een andere keer proberen, zo. Die gaan we een andere keer oefenen. Zo, hè. Die gaan we een andere keer oefenen. Oké, dus ik ga nu leren naar jullie hoe dat moet doen. Het is goed dat je die salto moet doen. Dat ik spring, spring, spring. En direct je rug niet. Ik ga zo doen, maar gewoon recht houden. Dus dat zo. En probeer je even hoog te doen. Ik ga het je nog een keer doen, hè. Ik ga het een keer 10 keer na elkaar doen. Dus dat was 10 keer na elkaar. Ik weet, je kan niet tellen best dat je bezig bent, hè. Ik ga het nog een keer doen. Zo eigenlijk. Maar je moet zorgen dat je de grond niet raakt met je armen. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Dus kijk, gewoon springen, springen, springen. Je laat het op je rug vallen. Dus wat je eerst moet doen is eigenlijk eerst zo op je rug proberen te vallen. Op je rug proberen te vallen en dan op je poep. Kijk, dus op je rug en op je poep laten vallen. Als je dat kan, moet je je benen gestrekt houden. Moet je je benen gestrekt houden en ik zoen. Dus kijk, zie je, maar soms is het moeilijk. Kijk, zie je, je benen hoog gestrekt houden. En plat houden. En ik ga het nog een keer tonen. En als je dat nog mee kan, dan moet je blijven oefenen. Als je dat zoveel mogelijk. Als je dat zoveel mogelijk keer wel doen. Als je dat zoveel mogelijk wel doet, moet je dat doen. Dus gewoon. Dus ik ga jullie het eerste ding, dus gewoon op je, dus eerst springen. Dus kunnen jullie dat? Ja. Tweede. Kunnen jullie rug vallen en dan op je poep. Dus kijk, springen, rug en poep. Dus ik ga het nog een keer doen. Dus springen, rug en poep. Of je laten liggen. Als je dat dan gedaan hebt, dan de derde. Dus als je dat dan gedaan heeft, dan benen plat houden. Dus. En je armen moet meezweren. Dus kijk naar mijn armen, hè.
proberen dat ze alzo vliegen. Dus ik ga eens een keer tonen. Dus alzo. Dus proberen. Oké, probeer dat je even houdt. Dus kijk. Dus probeer dat je even houdt. Dus niet te hard zwaaien met je handen, anders ga je op de grond vallen. Anders, je moet echt met je handen zachtjes zwiebelen. En dan moet je al zo weer terug zijn. Dus kijk. Al zo moet je weer terug zijn. Ik ga het nog een keer doen. Je moet eigenlijk al zo terug zijn. Ik was nu te snel bezig. Dus ik ga het nog een keer doen. Zie je het? Zie je? Het is moeilijk om 10 keer of 5 keer te doen. Ik ga het nog een keer doen, hè. Zo lekker stuur vasthoud. Lekker als je zo rechte denk een stuur vasthoudt. Dus alsof hij stuur vasthoudt. Dus nog een keer. Zie je? Alsof hij stuur. Niet met je handen raken. Gewoon. Zie je? Zie je? Dat was te vroeg als je je benen gestrakt heeft. Hoppakee. Als je voelt, als je te laag op de grond ligt, dat wil zeggen dat je niet meer kan recht staan. Dus kijk, zie je, nu voel je dat. Nu voel je aan je voeten. Dat je in de keer niet meer recht kan staan. Zie je? Wat dat voelt naar je voet. Dus, oké, dus dat heb ik nu uitgelegd. Nu gaan we over naar de poppets. Ik heb dat nu geleerd aan jullie. Volgende wordt zo'n draaikool erbij. Maar sorry mensen, ik ga eerst naar het toilet. Dus tot straks mensen. Ik ga straks terugkomen. Bad terug, zodat jullie horen dat ik helemaal terug relax in de plek. Dus we kunnen eigenlijk weer verder doen. Oké. Zodat jullie zien, ben ik hier weer terug. Ik ga nog één keer trucje doen en dan gaan we stoppen met trucje te doen. Dus alzo. Dus lekker stuur. Dus doe jullie maar mee één keer na op trampoline. Deze dat geen trampoline heeft. Kijken dat je misschien op je bed kan. Dat hebben we nog niet geprobeerd. Dus zet in de reactie als je nog geen trampoline hebt. Je moet gewoon naar je bed gaan en daar het trucje te leren. Dus dat is zo dus. Als je mag van je mama, spring in bed. Eerst vraag van je mama. Nee, waar mag. Dus ik heb nu trucje getoond, lekker stuur vasthouden. En nu ga ik kijken naar de poppets. Want er maken superveel mensen video's van de dingen. Oké, ik ga jullie zeggen een keer wat dat ik heb. Ik heb zo'n ding, weet wel, zo'n normale mapje voor je eten en al. Maar ze gebruiken dat ook op TikTok. Dan het volgende.
een soort appel. En kijk zeker naar mijn TikTok. Ik weet eigenlijk niet hoe dat mijn TikTok noemt, maar ja. Dus. En check zeker Enzo Knol. Want ik heb de t-shirt dan al gekocht. En die kunnen jullie. Dus ga zeker. Want hij heeft superleuke dingetjes. Dus ga zeker naar Enzo Knol zijn YouTube kanaal. En ga zeker abonneren bij Enzo Knol. En op belletje klikken bij Enzo Knol. En zeker ook bij mij. Oké. Dus dat is een soort van appel. Dit is een soort van appel. Die eigenlijk allemaal kan poppen. Zodat jullie zien. Dan hebben wij hier zo'n hele leuke ding voor al zo te doen. In mijn YouTube. www.kianoboyke.be. Als jullie daar naartoe gaan, gaan jullie al mijn poppets, had daar een hele groot fotootje op staan van mij. En dan gaat dat ook op zo eentje staan en al. Dat staat op www.kianoboyke.nl. Oké, dus we hebben hier dan een gekleurde poppet. Dat je ook kan, eigenlijk echt kan instreken. Heel leuk kan inzoomen. Hier zie je. Dus een hele leuke gekleurde poppet. Ah, het is hier nat aan het worden. Dat is altijd in mijn trampoline, dat hier al nat aan het komen is. Ik ga straks verder doen. Wacht een minuutje. Voilà. Dan hebben wij hier een gekleurde. Dan hebben wij hier een gekleurde groene poppet. Oh, heel mijn broek is nu nat. Doe die kut. Doe dat kut ding. Oh, jongen. Kijk. Maar ja, we gaan daar wel voor zorgen. Straks dat we nieuwe broek hebben, want zet in de reactie als jullie ook last hebben van dat water. Want het doet heel de tijd ambetant. Dus ik ga straks een keer kijken voor een nieuwe denk. Want hier is het altijd vooral nat aan de zijkant. Maar ik ga hem even vast doen. Ah! Dus dit is de poppet. Dat we de groene poppet. Dan hebben we hier een dus wacht, ik ga jullie een keer het trucje doen. Dus zeg een keer welke poppet iedereen zou dat normaal moeten hebben. Welke poppet heb jij? Een cirkel, een vierkante of ja, nog poppets. Of zeg welke poppet dat jij hebt. Welke gekleurde poppet dat je hebt. Cirkel, vierkant of ja, nog andere of zoiets. Zo, 1. Tel jullie keer mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus die 9, dus dat is hier een oranje. Dus zeg welke dat je lievelings driehoek is van poppets. Dan hebben wij hier een hele leuke squishy. Dat kan je gebruiken. Dan hebben we nog dingen. Dan hebben we hier zo eentje met kleurtjes. Dus je moet dus bijvoorbeeld, dat is hier roze. En het cirkeltje is roze. Dan moet je dat eigenlijk zo verzetten op het roze dingetje. Dan hebben we hier een spinner. Woep, 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 woep. Dus volg me zeker ook op TikTok. Semi.be. Semi. En dan. Dus je moet eigenlijk de naam van Celine en Michiel. Dus de naam. Zijn YouTube-kanaal. Die naam van Celine en Michiel staat op mijn TikTok-naam. Ik heb daar een fotootje staan van Celine en Michiel. Ik ben er ook van voor. Ik ben ook van. En
waar ben ik heel fan van natuurlijk Enzo Knol. Van Enzo Knol ben ik super goede fan. Ik wil hem graag een keer in het echt zien. Ik wil graag Enzo Knol een keer in het echt zien. Omdat ik ben echt fan van hem. En ik wil hem echt een keer in het echt zien. Dus als jullie hem een keer in het echt zien, vraag aan hem dat hij een keer komt. Ergens in Zedelhem, in de stad van Zedelhem. Want ik heb hem ook op Messenger. Ik heb hem niet op Messenger. Ik heb hem op Messenger een berichtje achtergelaten op Messenger. Maar Oh, dat begint hier weer. Ah! Dat begon daar even weer. Want al die dingen druppelt daar. Dat druppelt echt uit dat zeilie, dus. Daarom. Dus als jullie dat graag willen, ik ben heel erg fan. Dus wil jullie alsjeblieft een keer zeggen tegen hem, als jullie hem een keer zien. Dan kan ik hem eindelijk een keer, want ik heb hem nog van heel mijn leven nog niet gezien. Ik wil hem echt een keer in het echt zien. Ik vind hem superleuk. En dan mogen jullie mij ook een keer in het echt zien. Gaan jullie ook een keer tussen de video's staan, als dat mag van jullie mama. Of als jij dat graag wilt. Oké, dan hebben we hier zo'n gekleurde poppet. Dus dat is hetzelfde als die. Dus welke vinden jullie cooler? De grote, de grote tempeldrempel of de kleine tempeldrempel? Met twee rondjes of 1, 2, 3, 4, 5 rondjes. Dan moet jullie zelf doen. Je hebt ook eentje dat zo vierkant is. Dus zeg in de reactie welke van die dat je leuk vindt. Oké, dan hebben we er nog. Dan hebben we hier een vlindertje. Een vlinderpoppet. Dat kan je ook in duwen. Dan hebben wij hier nog een, dat heb ik zelf geknutseld, een hele leuke X voor mee te spelen. Daar kan je mee bewegen en al. Dan hebben we nog, dan hebben we het grootste van al, en dat is natuurlijk de hoe noemt dat? Allee. Ja, ik weet het niet. Zet het in de reactie hoe dat weer noemt. Want ik snap het ook zelf niet. En zeg welke poppet dat je van mij leuk vindt. En welke tempeldrempel dat jij van deze leuk vindt. En welke kleurtjes dat je leuk vindt. En welke vierkant, cirkel of zo eentje of zo eentje of zo eentje. Zet het zeker in de reactie. Dus we gaan even eerst een keer hier alles opruimen weer. En dan gaan we nog één keer trucje tonen. Want voordat jullie hem geleerd hebben. Dus we gaan jullie nog twee keer het trucje. Ik ga nog twee keer het trucje aan jullie tonen. Dus ik ga nog twee keer het trucje tonen aan jullie. Dus 1, 2. En dan 1, 2, 3. Niet met de handen gebruiken, dat is zo. Ik ga het nog een keer tonen, hè. Ik heb hem drie keer gedaan daarnet. Oh, bijna! Ik had hem bijna gedaan. Ah, fuck. Bijna ook gedaan. Nog één keer. Dus vind het een leuke video. Deel een like. Geef badje te je oude video. Dus